Eddy Muis, voorzitter van de historische kring Hellenoord Nijverdal. Nog even, want straks gaat de voorzitter hamer naar je opvolger. Maar kan je even uitleggen wat de historische kring Hellenoord Nijverdal precies is? Ja, even in proberen in bondige taal. Wat wij willen is dat we het cultureel erfgoed willen behouden, bewaren en ontsluiten voor zo'n breed mogelijk publiek. En als we het hebben over dat laatste, dan gaat het dus niet alleen om middelbare mensen, maar met name ook om andere doelgroepen. Dus waar we nu voor staan na 30 jaar historische kring, is dat we veel gerichter om willen gaan met jeugd. En een voorbeeld daarvan is onze samenwerking met de Hogeschool Windesheim, waarbij we dus samen met de studenten een tentoonstelling gaan ontwikkelen die haar basis vindt in het kanon van Hellendoorn. Maar dat we ook op die manier met behulp van jongere generatie onze escape room inhoud kunnen gaan geven. 8 jaar lang stond je aan het roer. Ja. Nu vind je het zelf tijd om afscheid te nemen. Maar van die 8 jaar, wat zijn nou jouw wapenfeiten geweest? Waar ben je het meest trots op? Nou, het zijn altijd de wapenfeiten van een groep mensen die samenwerken. En ik ben blij dat ik daar gewoon 8 jaar voorzitter van ben geweest. Maar waar we geweldig trots op zijn, is dat wij een vitale organisatie zijn. Wij zijn de afgelopen 2 jaar met 20% gegroeid. We zitten nu op 550 leden. En dat onderstreept, vind ik, dat wij proberen op een laagdrempelige manier de geschiedenis binnen de gemeente Hellendoorn onder aandacht te brengen. En wat voor ons gewoon heel erg belangrijk is, is dat na jarenlang, zet nog ook lobbyen, dat we vorig jaar in staat zijn geweest om een eigen historisch centrum te openen. In dat prachtige pand aan de Grote Straat. Een gemeentelijk monument. En dat helpt ons letterlijk en figuurlijk om de vensters te openen. Wens ik je heel veel succes met wat je nog verder gaat doen. Oké, dankjewel. Mevrouw Raven, u heeft net de voorzitter hamer overgenomen van Eddy Muis. We hoorden al, u had al meer vrijwilligers, organisaties die op uw pad kwamen na het burgemeesterschap. Maar wat gaat u op de agenda zetten voor de historische kring? Nou, sowieso vind ik het ontzettend belangrijk dat de geschiedenis van onze mooie gemeente ontsloten wordt en dat veel mensen daar kennis van nemen. Wat ik graag op de agenda wil hebben is dat er ook veel meer jeugd interesse toont. En daar zijn we ook mooi mee bezig met een samenwerkingsproject met Windesheim. En om de jeugd te lokken naar Radolle Pastorie. Om te laten zien iets van de geschiedenis. Want ja, waar hun opa's en oma's vandaan komen enzovoort. Het is toch leuk om daar wat over te weten. Maar ik wil ook graag tijd en energie steken in de samenwerking met het Memory Museum. En ik wil heel graag ook de historische verenigingen van Marle, van Dalen, Daleveen en Haarle nadrukkelijk bij betrekken. Daar hebben ze mooie verenigingen en die samenwerking zou ook wel geïntensiveerd kunnen worden. Zin om te beginnen dus? Ik heb echt zin om te beginnen. Ik vind het ontzettend leuk. Geschiedenis interesseert me. En er zijn veel vrijwilligers die heel enthousiast zijn. Een bestuur wat echt iets neer heeft gezet. Dus ik mag ook trots zijn dat ik daarin mag stappen. Want wat dat betreft staat er echt een goed bestuur. En is een goede organisatie neergezet. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat ik met veel plezier daar ga werken. Heel veel succes. Bedankt.